En die gefeliciteerd, nieuwe coach van Zorg en Zekerheid Leiden. Dank u wel. Veel mensen kennen u niet. Wat is uw achtergrond? Ik weet niet dat veel mensen mij niet kennen. Ik denk dat zelfs een aantal mensen mij in Nederland ook wel kennen. Ik heb te veel in het Nederlands basketbal geleefd. Ook hier in Leiden. We zijn hier zelfs komen spelen met het nationale team. En vriendschappelijk speelden we regelmatig met Antwerpen. Dus mijn achtergrond is heel eenvoudig. Ik ben een basketbaldier, durf ik zeggen. En mijn hart klopt basketbal. En van daaruit heb ik al het mogelijke gedaan om iets uit te bouwen. Eén als speler en twee als coach. En ja, laat me eerlijk zijn, als coach is mij dan meer geluk dan als speler. Want als speler niet het hoogste niveau bereikt? Wel, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet 2 meter en 5 of 2 meter en 10. Ik heb ook niet de atletische schouders van een superatleet. Dus van daaruit te klein, te licht, niet sterk genoeg. En je weet hoe dat gaat als speler. Maar iets dat ik wel had, dat was de drive. En ik leefde, durf ik zeggen, misschien meer professioneler dan de echte profs als speler. En die bezetenheid heb ik doorgetrokken naar mijn carrière als coach. En daar de lat enorm hoog gelegd en stap voor stap iets uitgebouwd. Wat dat ik denk waarop mag teruggekeken worden. En dan voor ons de vraag, waarom heeft u voor Nederland en waarom heeft u voor Leiden gekozen? Ik had na mijn sabbatjaar duidelijk gesteld, ik wil iets nieuw, ik wil iets verfrissend, ik wil het buitenland. Dat is 1. 2. Waarom Leiden? Ik hou van Nederland. Ik kom hier altijd op vakantie. Ik kom hier graag. Niet alleen voor basketbal, maar ook gewoon als mens. En de keuze was in feite, wat ga je doen? Ga je leven in de kelder of in de mindere plaatsen van een misschien wel iets hogere competitie? Of geef je de voorkeur aan een team dat toch de laatste 4-5 jaar absolute top heeft uitgebouwd in Nederland? En dan wens ik liever te werken aan de top. Want de club dat ik hier leren kennen hebben, moet ik eerlijk zeggen, heeft organisatie, heeft structuur. Daar zit beleid achter, daar zit een visie in. En soms is het zo dat je wel, ook al is het Frankrijk of Polen of Duitsland, ergens terechtkomt waarvan dat je zegt, welk verhaal zijn die mensen mij hier aan het verkopen? Dus voor mij was het niet zozeer een avontuur te kunnen zoeken, maar echt gegrond, gefundamenteerd met basketbal bezig zijn. Het bestuur heeft gekozen voor opbouw, een van de belangrijke elementen. Ziet dat terug bij u en heeft ook gezegd, als we dat ook willen, dan moeten we ook op zijn minst 2 jaar een verbintenis aangaan. En zelf gehoord hebben we juist, wellicht zelfs een 3e jaar. Wel, dat is een heel moeilijke stap en dat is een moeilijke beslissing dat de club neemt. Maar doorheen de hele carrière, dat ik heb geprobeerd van uit te bouwen, is het altijd een karakteristiek gegeven geweest dat jonge spelers betrokken waren in hetgeen dat we aan het opbouwen zijn. En ik vind dat hier terug in Leiden. Dat is een moeilijke beslissing. Ik vertrek van het principe dat jonge spelers mogen bepalen hoe ver dat zij willen meegaan in het verhaal. Als club beslis ik dat niet altijd. Ook als coach beslis ik dat niet altijd. De speler zelf heeft daar ook enorm veel impact op. Het is heel eenvoudig. Hoe hoger dat je de lat legt voor jezelf als speler, hoe harder dat je werkt, hoe meer dat je traint, hoe meer dat je leeft als sport, als sporter, als atleet, als professional. Dus voor wat hoort wat. En dat is de wisselwerking tussen de coach en zijn spelers, maar ook tussen de coach en zijn club en de spelers. Dat is een soort driehoeksverhaal dat we perfect gaan moeten invullen. U legt de lat heel hoog, is bekend. Gaat dat ook voor Leiden gaan? Ik ben hier gekomen om zo hoog mogelijk te mikken en uit te bouwen hetgeen dat de club als doelstelling vooropgesteld heeft. Groningen, Den Bosch, Den Helder, Leeuwarden, noem maar op. En men mag dat niet onderschatten, er wordt goed aan basketbal gewerkt in Nederland. De competitie evolueert, maar we mikken zo hoog mogelijk. In het achterhoofd, misschien niet morgen, hopelijk overmorgen,
of binnen een week en een maand kunnen we een aantal van de jongens echt aan de oppervlakte brengen en ze op het parket tonen. Het is een vaststaand feit dat als je ergens in je milieu, in je club werkt met de mensen die er leven, de mensen die daar het basketbal er ademen, dat je enorm veel return krijgt vanuit de tribunes. En het is een gegeven geweest en een manier van coachen geweest doorheen mijn hele carrière. Een supporter die vergeeft elke keer als je die laatste vrijworp mist. Dat vergeeft hij, zolang dat je maar tussen de publiciteit duikt, zolang dat je het parket maar nat maakt, zolang dat je maar blijft vechten om die ene laatste bal die dat beslissend kan zijn. En ik ga het hier proberen te vertalen. Nou, dat zien we in ieder geval maar uit. Een belangrijke basis voor de selectie moet de Nederlandse inbreng zijn, de Nederlandse spelers. Heeft u daar al een beeld van? Ja. Binnenskamers weet ik over welke namen dat ik binnen de club ga praten. Dat is allemaal voorbereid. Maar is nog niks? Er is nog geen zekerheid? Er is nog niks getekend? Nee. Dat soort dingen? Dat gaat nu beginnen? Nee, dat gaat nu heel snel beginnen en we gaan toch kort op de bal moeten spelen. Er zijn niet zoveel namen beschikbaar. Genoeg namen beschikbaar, maar misschien niet met de ambitie en het niveau dat de club terug naartoe wil. Want de ambitie zal toch waarschijnlijk zijn naar een titel, een beker, een supercup. Alles is belangrijk. Meedoen om de prijs. Natuurlijk. Natuurlijk. Dus we gaan kort op de bal spelen, maar zozeer dat ik een correcte analyse heb voorgelegd aan de club van kijk, ik denk dat daar en daar en daar het probleem zit. En dat moeten we terug een beetje bijsturen, dat moeten we terug een beetje in een andere richting verwijzen. Heb ik ook een aantal zaken uitgewerkt om te zeggen, in die richting met die spelers, dat zou onze ambitie moeten zijn en daar zullen we moeten voor werken om eventueel misschien niet alle opties te realiseren, maar de meeste opties te realiseren. En de inbreng van de Amerikanen, is dan het sluitstuk in het spel? Wel, dat is zo'n aparte markt. Er is ruimte genoeg binnen het Amerikaanse college basketbal om te zeggen, als men daar praat over een point guard of een shooting guard, dan heb je keuze uit diverse namen en diverse mogelijkheden. Nederlands gezien is dat niet zo het geval. En daar zullen we echt... Het zal die kern bepalen in hoezeer dat de Amerikanen kunnen bijgestuurd worden om aan te vullen. We gaan niet vertrekken van het principe dat we 3-4 Amerikaantjes gaan kopen en daarna zeggen van kom jongens, kom jullie nu meespelen. Ik heb dat nooit zo verkondigd in Antwerpen. Ik heb te veel geloof in arbeid, in energie en in ambiance dat jonge spelers en jonge talenten kunnen naar voren brengen. Een Amerikaan of een buitenlander is meestal op zoek naar een contract. Ik ben op zoek naar spelers die dat antwoord geven aan mensen van het beleid die dat elke dag bezig zijn om een budget bij elkaar te brengen. Als jij dan als buitenlander hier komt en je hebt geen enkele affectie naar je club toe of je hebt geen oog voor de beleving in je club of de onderdelen waar dat je club mee bezig is, dan denk ik niet dat je thuis hoort in het concept van het kasteel. Leiden, het bestuur van Zorg en Zekerheid Leiden, heeft als policy om, omdat er zo'n overvloed is van Amerikanen, inderdaad ook gewoon Nederlanders vast te leggen. En die Amerikanen vooral op het eind, als de spoeling, laten we zeggen, en de prijzen wat in de markt zakken, gewoon dan te kijken welke Amerikanen willen we nog en is het acceptabel. Dus u kunt zich daarin vinden? Tuurlijk. Ik heb onlangs nog 2-3 contacten gelegd. En dat zijn dan agenten die dan met mij praten over bedragen dat ik zeg, nee, oké, dat interesseert mij niet, het is veel te veel. Het enige wat ik wel zeg tegen de mensen als ik er contact mee neem, zeg, het is niet misschien een club in de kelder van de Belgische competitie waar ze 4-5 maanden niet betaald zijn. Het zal misschien iets minder zijn, maar hij komt naar een club met topambities, met structuur, organisatie, zoals ik in het begin van het gesprek gezegd heb, hij komt in een club met background, met fundamenten. Er zijn hier enorm goede fundamenten uitgetekend de voorbije jaren. Dus als jij liever kiest voor 1000 of 1500 of 2000 euro meer,
geen enkel probleem. Kies dan voor die centjes. Maar je hebt ook de optie om te kiezen voor een club en voor een goede opvang. Aan hun de keuze. Als ik met u praat, spreekt de een en al basketbal uit. Leiden is een stad met basketbal. Ik zie eigenlijk wel uit naar de samenwerking en naar datgene wat u hier gaat brengen. Ik ben zo'n gelukkig man, niet alleen op basis van mijn gezin, maar ik besef ten volle dat ik al 25 jaar mag leven te midden van mijn passie en van mijn hobby, van mijn hart, mijn beroep kan maken. Van zodra dat ik die passie en dat vuur niet meer heb, stap ik uit de job. Maar ik leef basket, ik adem basket, ik droom basket. Daarom ook dat ik gekozen heb, doelbewust, misschien financieel voor iets minder, maar voor een club waar dat mensen naar het basketbal komen als zijnde, let's go. En dat is soms zoveel meer waard dan alleen maar een vet betaald contract. We zien ernaar uit. Dank u wel.